Eliak via Nederland 2. Goedenavond. Van de cursus fotograferen en filmen volgt nu de eerste les. Welkom bij de cursus Fotograferen en Filmen voor Amateurs. Deze cursus bestaat uit 8 lessen over fotografie en aansluitend nog 4 lessen over smalfilmen. In deze eerste les wil ik het hebben over het belangrijkste stuk gereedschap, de camera. U zag net in het inleidende filmpje al mensen met verschillende type camera's werken. Hier op deze tafel staan ook wat oudere en nieuwere type camera's. En met wat voor soort camera gaan we ons nou in de cursus vooral bezighouden? We hebben daarbij gekozen voor een camera die veel mogelijkheden geeft. En dat is de kleinbeeld spiegelreflexcamera. Dit is zo'n kleinbeeld spiegelreflexcamera. Hij ontleent zijn naam kleinbeeld aan het formaat film wat in deze camera gebruikt wordt. Daarover meer in les 2. Dat spiegelreflex dat slaat op de manier waarop we in de zoeker een beeld te zien krijgen van hoe straks onze foto gaat worden. Het licht komt via de lens in de camera, wordt daar door een spiegel gereflecteerd. Via die spiegel komt het beeld op het matglas terecht. En via een prisma kan ik achterin de camera zien hoe straks mijn foto wordt. Natuurlijk is het niet nodig dat iedere cursist zo'n kleinbeeld spiegelreflexcamera heeft. Want ik heb al gezegd, ik wil vooral de principes uitleggen en die zijn voor alle camera's gelijk. In principe maken alle camera's namelijk een afbeelding van een ruimtelijk onderwerp in een plat vlak. Dat doet deze kleinbeeld spiegelreflexcamera, maar dat doet ook de oudste vorm van een camera die we kennen, de camera obscura. We hebben daar een model van gemaakt. De constructie van het model van de camera obscura was erg simpel. Het is niet meer dan u ziet, een schoenendoos met in de voorwand een minuscuul klein gaatje en in de achterwand is een matglas gemaakt. Laten we eens gaan kijken hoe ik met deze hele simpele camera obscura een beeld kan krijgen. In deze opstelling heb ik een onderwerp, dat is mijn kat. Die kat wordt verlicht, in dit geval door het studiolicht, en voor het begrip is het goed om ervan uit te gaan dat dit onderwerp is opgebouwd uit een oneindig aantal kleine puntjes waarvan ieder punt licht reflecteert. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de bovenkant van mijn kat. Daar vandaan worden lichtstralen gereflecteerd in de richting van mijn camera obscura. Daar waar het gaatje zich bevindt kunnen de lichtstralen in de doos. De lichtstralen gaan rechtdoor en botsen op een gegeven moment op de achterwand. En daar krijg ik dan de projectie van een punt van mijn onderwerp. Dat gebeurt met alle punten waaruit ik mijn onderwerp opgebouwd kan denken, zodat ik op mijn achterwand de projectie krijg in een plat vlak van de kat. Het is niet mogelijk om dat matglasbeeld te laten zien. Wat we wel gedaan hebben is een stukje lichtgevoelig materiaal op de plaats van dat matglas bevestigen. Op dat lichtgevoelige materiaal hebben we een foto gemaakt. U ziet de foto hier links in beeld. Het blijkt dat het heel goed mogelijk is om een beeld te krijgen met die camera obscura. Alleen het bleek nodig te zijn om dat licht heel lang tot het lichtgevoelig materiaal toe te laten. Dat kwam omdat het gaatje zo verschrikkelijk klein was. Wat is daaraan te doen? We zouden kunnen proberen dat gaatje groter te maken. Dat hebben we gedaan. Het gaatje in de voorwand werd groter gemaakt. Toen werd er nog een keer een foto gemaakt. En die foto ziet u hier.
rechts. Nog steeds is er sprake van een afbeelding, maar wat opvalt is dat deze foto onscherper is. Hoe komt dat? Het beeld wat met de gaatjescamera wordt geprojecteerd is opgebouwd uit allerlei lichtcirkeltjes, ongeveer ter grootte van het gaatje in de voorwand. Als die lichtcirkeltjes groter worden en elkaar gaan overlappen, krijg ik niet meer een scherpe afbeelding, maar een duidelijk onscherp beeld. We kunnen dus met de camera obscura beelden maken, maar ideaal gaat het niet. Het zou plezierig zijn als we een mogelijkheid hadden om het gat te vergroten, de doorsnede een stuk groter te maken, waarbij toch alle stralen die vanuit één punt in het gat vallen, weer tot één punt samengebundeld worden. Dat kan met een zogenaamde lens. In zijn meest eenvoudige vorm is dat een dubbelbol geslepen stuk glas, zoals bijvoorbeeld dit vergrootglas. Wat doet een lens met stralen die vanuit een punt van ons onderwerp komen? Die bundelt die stralen weer tot één punt achter de lens. U ziet dat duidelijk met de kop van de kat. De stralen daarvan worden door de lens gebundeld tot een punt achter de lens. Maar het gebeurt ook met de staart van de kat. En het gebeurt ook met de punten uit het midden van de kat. Kortom, met alle punten waaruit ons onderwerp is opgebouwd. Zodat we ook hier weer de projectie krijgen van ons onderwerp op zijn kop. Alleen het beeld is veel en veel lichtsterker geworden. Om de werking van die lens nog wat duidelijker te maken, hebben we hier een opstelling gemaakt met een optische bank. In deze opstelling ziet u een diaprojector die zorgt voor een duidelijke lichtpunt. Ik zal hem eventjes aandoen. Die lichtpunt moet u vergelijken met een punt van het onderwerp wat ik wil projecteren. Dat projecteren dat doe ik met deze lens. En door middel van een paar kleine ingrepen is hier zichtbaar gemaakt wat er precies achter die lens gebeurt. U ziet dat de stralen van het lichtpunt zich bundelen tot ze op dit punt bij elkaar komen. Daar vindt dan de scherpe projectie van dat punt plaats. Is mijn onderwerp wat dichterbij, dan vindt die scherpe projectie wat verder weg plaats. Dan wordt deze afstand dus wat langer. Is mijn onderwerp verder weg, dan wordt de afstand objectief tot het punt waarop een scherpe projectie plaatsvindt korter. Bij de afstand oneindig, en dat noemen we in de fotografie alles wat verder weg is dan een metertje of 15 à 20, is die afstand het kortst en die afstand noemen we dan de brandpuntsafstand van de lens. En het punt waarin de stralen bijeenkomen noemen we het brandpunt. In de praktijk fotograferen we meestal niet met een enkelvoudige lens, maar met een samenstelsel van meerdere lensdelen. In deze doorsnede is dat duidelijk te zien. Die meerdere lensdelen zijn nodig om optische fouten te corrigeren. Zo'n samenstelsel noemen we een objectief. Dat is dus de juiste benaming. In het spraakgebruik wordt toch het begrip lens en objectief wel door elkaar gebruikt. Er bestaan objectieven met verschillende brandpuntsafstanden. U ziet een klein objectiefje helemaal links, dat is het groothoekobjectief. In het midden ligt het zogenaamde standaard of normaal objectief. En daarnaast ligt een objectief met een langere brandpuntsafstand, ook wel genoemd telelens. Wat is nu het effect als ik ga werken met die drie verschillende lenzen? Allereerst ziet u mij afgebeeld door een camera waarop een standaardlens zit, een lens van 50 mm. Zoals ieder objectief verkleint ook dit objectief het beeld. Nu kan het zijn dat u bij het fotograferen behoefte heeft om het onderwerp wat groter op de foto te krijgen. Het is dan mogelijk om met de camera dichterbij te gaan, maar soms kan dat niet. Denk bijvoorbeeld aan sportwedstrijden. En dan heeft u behoefte aan een lens die minder verkleint. En dat gebeurt met een objectief met een langere brandpuntsafstand. Dat objectief zit nu op de camera, 135 mm brandpuntsafstand. En u ziet, het beeld is minder verkleind, ik kom wat groter op de foto. Maar het komt ook voor dat er behoefte bestaat om het onderwerp wat kleiner af te beelden. Bijvoorbeeld een tafel met tekenende kinderen
Ik krijg niet alle kinderen op de foto. In dat geval biedt een groothoekobjectief uitkomst. Dat groothoekobjectief zit nu op de camera. Het is een objectief met een brandpuntsafstand van 28 mm. En u ziet duidelijk dat ik veel kleiner ben afgebeeld. Je zou ook kunnen zeggen dat groothoekobjectief, zoals de naam al zegt, kijkt onder een grotere hoek. Bij iedere brandpuntsafstand hoort dus een bepaalde beeldhoek. Hier ziet u de beeldhoek van het normaal objectief. Bij een groothoekobjectief wordt die hoek groter en bij een teleobjectief wordt die hoek kleiner. Resumerend, hoe groter de hoek wordt, hoe sterker de verkleining van het beeld is, hoe kleiner de hoek wordt, zoals bij een teleobjectief, hoe minder sterk die verkleining is, hoe groter ik mijn onderwerp op de foto krijg. Als u bij het fotograferen iets groter op de foto wilt krijgen, meer beeldvullend wilt krijgen, zijn er dus twee mogelijkheden. U kunt met de camera dichter naar het onderwerp toe gaan, dan wordt het onderwerp groter. U kunt ook op dezelfde plaats blijven staan en een objectief met een langer brandpunt gebruiken. Krijg ik nu verschil te zien tussen die twee foto's? Ja, wel degelijk. Het verschil zit hem in de perspectiefweergave. Wat is nu precies perspectief? Dat is duidelijk te zien in deze situatie. Hier zijn vier voorwerpen geplaatst die alle vier even groot zijn. Maar toch ziet u op uw televisietoestel dat het voorste pilaartje veel groter wordt weergegeven dan het achterste pilaartje. Dat grote verschil tussen het voorste en het achterste, dat noemen we de perspectiefweergave. Dat grote verschil kan heel groot zijn, dan is er sprake van een sterk perspectief. Maar het kan ook zijn dat het verschil wat minder uitgesproken is. Dan spreken we van een wat gedrongener perspectief. Laten we gaan kijken naar een paar voorbeelden uit de praktijk. Ons onderwerp, dat zijn deze kinderen op de WIP. En de eerste foto die ik ga maken is een foto met het groothoekobjectief. Dus even netjes scherp stellen, dat staat goed. Hup, die staat erop. En nu komt de langste, dat is het teleobjectief. Klik, en dat was de opname met het lange brandpunt. Twee foto's gemaakt vanaf hetzelfde camerastandpunt. Links gemaakt met een teleobjectief, rechts gemaakt met een groothoekobjectief. Natuurlijk heeft het groothoekobjectief onder een veel grotere hoek gefotografeerd. Er staat veel meer op de foto. Maar is er nu sprake van een perspectiefverschil tussen deze twee foto's? Daarvoor moet u kijken naar het verschil in grootte tussen het voorste en het achterste meisje. Als de camera wat inzoomt, is het heel duidelijk te zien. Dat grote verschil is niet aanwezig. Hierin ziet u dat, zolang we de camera niet van standpunt laten veranderen, dus op dezelfde afstand tot het onderwerp laten staan, het perspectief niet verschilt. Bij de opnames die we zojuist zagen, heeft de camera steeds op dit punt gestaan. Dus die afstand camera-onderwerp, daaraan hebben we niets veranderd bij die foto's. In de praktijk zullen we dat echter anders doen, omdat we meestal proberen ons onderwerp zo formaatvullend in beeld te krijgen. En dat betekent dat ik met de groothoeklens veel dichterbij moet dan met het normale objectief of met het teleobjectief. We gaan nu weer foto's maken met de verschillende lenzen, maar daarbij varieer ik dus de afstand camera-onderwerp. En eerst maken we de foto met het groothoekobjectief. Op deze afstand heb ik de kinderen netjes in beeld. Klik, die staat erop. En dan gaan we nu nog een opname maken met het teleobjectief met de 13,5 centimeter. En het is logisch dat ik daarvoor weer op de plaats terecht kom waar ik net ook stond bij het fotograferen, omdat ik toen al met het teleobjectief formaatvullend werkte. Zo, even netjes scherp stellen. Klik. En ook deze opname hebben we gemaakt.
Hier ziet u de foto gemaakt met het teleobjectief. En rechts ziet u een foto gemaakt met het groothoekobjectief. U ziet dat het voorste meisje in de groothoekopname net zo groot is als het voorste meisje in de teleopname. En nu is er wel degelijk een perspectiefverschil opgetreden. Het achterste meisje is op de groothoekopname veel kleiner. En als u kijkt naar de banken en het hek op de achtergrond, dan is het duidelijk, die groothoekopname geeft hier een veel sterker perspectief te zien dan de teleopname. Dat is dus gebeurd met het veranderen van het camerastandpunt. U heeft dus gezien dat wanneer we het camerastandpunt niet veranderen, er geen verschil in perspectiefweergave optreedt wanneer we een tele, een normaal of een groothoekobjectief gebruiken. Maar de praktijk is toch wel zo dat we meestal met een groothoekobjectief heel dicht bij ons onderwerp fotograferen en met een teleobjectief veel verder weg. In de praktijk zult u bij een groothoekopname dus haast altijd een heel sterk, duidelijk perspectief te zien krijgen. U ziet dat duidelijk in deze typische groothoekfoto. Terwijl een teleopname een veel gedrongener perspectief te zien geeft. U ziet dat heel duidelijk in deze typische teleopname. U weet nu iets meer over het objectief, namelijk het begrip brandpuntsafstand. Die brandpuntsafstand wordt altijd aangegeven in millimeters voor op de lens. Maar op die lens staat nog iets anders, dat is namelijk het lichtsterktecijfer. Voor die lichtsterkte zijn twee zaken van belang. Ten eerste de doorsnede van de lens, of wat exacter gezegd de doorsnede van de grootste diafragmaopening. Het diafragma bevindt zich in de lens. Dat is een lamellensysteem waarmee ik de lichthoeveelheid kan verminderen of vermeerderen. In zijn meest open stand is de doorsnede van de diafragmaopening natuurlijk heel bepalend voor de hoeveelheid licht die in de camera kan vallen. Maar er is nog iets anders, dat is namelijk de afstand die het licht af moet leggen van het objectief tot in de camera. Bij een telelens is die afstand veel langer dan bij een groothoeklens. En bij het verlengen van die afstand neemt het licht in intensiteit af. Denkt u maar aan het verder weg gaan zitten van een venster, dan wordt u ook wat minder sterk verlicht. Zodat we om het lichtsterktecijfer te krijgen die afstand moeten incalculeren en de doorsnede van de grootste diafragmaopening. Laten we naar een voorbeeld kijken. Als we een objectief hebben met een brandpuntsafstand van 50 mm en we delen dat door de doorsnede van de grootste diafragmaopening, 27,8 mm, dan komt uit die deling een getal en dat is het lichtsterktegetal. In dit geval is dat 1,8. Dat lichtsterktegetal wordt ook wel aangegeven met een kleine f. U begrijpt nu meteen waarom een objectief met een lang brandpunt, een telelens, een veel grotere doorsnede nodig heeft om een bepaalde lichtsterkte te bereiken in vergelijking tot een objectief met een kortere brandpuntsafstand. U ziet ze hier naast elkaar. Tot dusver heb ik steeds gesproken over de maximale hoeveelheid licht die door het objectief in de camera kan vallen. Maar, zoals ik net al zei, in het objectief bevindt zich een diafragma. Laten we daar eens wat nader naar gaan kijken. Dat diafragma bestaat uit een lamellensysteem. Door het draaien aan de knop kan ik het gat, de opening, groter en kleiner maken. U begrijpt dat als ik dat doe, dat bij een kleinere opening er een ander getal komt uit de deling brandpuntafstand gedeeld door doorsnede diafragmaopening. Die getallen kunnen we in een reeks plaatsen. En in zo'n reeks zien we bijvoorbeeld een getal 2, wat staat voor een grote diafragmaopening. Daarna het getal 2,8, daarna 4, 5, 6, 8, 11 en 16. Wat opvalt is dat hoe kleiner de opening wordt, hoe groter het getal is. En dat heeft natuurlijk te maken met die deling. Verder zit er een wetmatigheid in deze reeks, namelijk ieder stapje in de reeks betekent een halvering of een verdubbeling van mijn hoeveelheid licht. Ga ik om een voorbeeld te noemen van 5, 6 naar opening 8, dan heb ik bij 8 nog maar de helft van de hoeveelheid licht die ik had bij 5, 6. Ga ik de andere kant op van 5, 6 naar 4,
dan heb ik bij diafragmaopening 4 twee keer zoveel licht als bij diafragmaopening 5,6. Zo'n verdubbeling of zo'n halvering noemen we in de fotografie 1 stop. En ga ik bijvoorbeeld van 5,6 naar 2, dan maak ik 1, 2, 3 stoppen. Ik belicht dan 3 stop langer, kan ik ook wel zeggen. Dat diafragma regelt dus mijn hoeveelheid licht, maar het diafragma heeft nog invloed op iets anders. Dat is namelijk de scherptediepte. Wat versta ik precies onder scherptediepte? U weet, als ik scherp stel, dan doe ik dat altijd op één punt, op een bepaalde afstand voor de camera. Maar ook voor en achter dat punt is er sprake van een zekere scherpte. Die scherpte is altijd minder dan op het punt waarop ik heb scherp gesteld. Daar is de scherpte 100%. En de mate van onscherpte naar voren en naar achteren, dat noemen we de scherptediepte. Wat heeft het diafragma te maken met die scherptediepte? Als ik werk met een grote diafragmaopening, is er sprake van heel weinig scherptediepte. Als ik werk met een kleinere diafragmaopening, is er sprake van een grotere scherptediepte. Deze foto vertoont weinig scherptediepte. U ziet duidelijk de scherpte op het voorste meisje liggen, terwijl het achterste meisje heel onscherp is. Dat komt omdat deze foto is gemaakt met een hele grote diafragmaopening, de grootste opening, diafragma 2. Zodra we die diafragmaopening kleiner gaan maken, bijvoorbeeld de diafragma naar het getal 16 verschuiven, dan zien we de scherptediepte plotseling beduidend toenemen. Nu is niet alleen het voorste meisje, maar ook het achterste meisje scherp. Is nu het diafragma het enige wat invloed heeft op de scherpte in de diepte? Nee, er zijn nog meer zaken die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld de afstand waarop ik met mijn camera fotografeer ten opzichte van het onderwerp. Als ik iets heel dichtbij fotografeer, dan heb ik minder scherptediepte dan wanneer ik iets op een grotere afstand opneem. Maar ook het type lens wat we gebruiken heeft invloed op de scherptediepte. Een objectief met een lang brandpunt geeft minder scherpte in de diepte, minder scherpte voor en achter het punt waarop ik heb scherp gesteld, dan een objectief met een kort brandpunt, zoals bijvoorbeeld een groothoeklens. U kunt hier in het cursusboek meer over lezen. Het diafragma regelt de hoeveelheid licht die in de camera valt, maar er is nog een voorziening die dat kan, en dat is namelijk de sluiter. Bij sommige objectieven bevindt de sluiter zich tussen de lensdelen. Bij de kleinbeeldspiegelreflex, waar we in deze cursus vooral mee werken, bestaat die sluiter uit een gordijntje wat zich voor de film bevindt. Normaal kan er dus geen licht op de film vallen, op het lichtgevoelige materiaal vallen. Alleen als ik de ontspanknop indruk, dan loopt de sluiter even af en kan er licht op de film vallen. Dat doe ik nu gedurende een wat langere tijd. Dit is een halve seconde, maar het kan ook gedurende een kortere tijd. Daarvoor moet ik even een ring verdraaien. En ik maak nu bijvoorbeeld een belichtingstijd van een 1/30ste seconde. Even de sluiter spannen. U ziet het en u hoort het, deze tijd is korter. Kijkt u eens mee naar een uitvergroting van die sluitertijden instelknop. U ziet hier een B staan. Die B gebruikt u voor hele lange belichtingstijden. Als u dan de sluiter indrukt, gaat het gordijntje open. Laat ik de sluiter weer los, dan gaat het gordijntje weer dicht. En daarna vindt u een aantal cijfertjes. 1, 2, 4, 8, 15 enzovoort. Die cijfertjes geven niet hele seconden aan, maar staan voor gedeeltes van seconden. Dus het cijfertje 8 staat voor 1/8ste deel van een seconde. 125 staat voor een 125ste gedeelte van een seconde. Dus hoe verder ik in deze richting ga, hoe korter mijn belichtingstijd wordt. Verder valt er in deze reeks op dat we hier ook weer die verdubbeling en die halvering terug kunnen vinden die we ook al zagen bij de diafragmareeks. Ga ik van een 1/30ste deel van een seconde naar een 1/60ste deel van een seconde, dan heb ik bij een 1/60ste nog maar de helft van de hoeveelheid licht die ik bij een 1/30ste had. En omgekeerd, van een 1/30ste naar een 1/15ste, heb ik met een 1/15ste gedeelte van een seconde twee keer zoveel licht als bij een 1/30ste seconde.
En dat geldt voor alle stapjes die ik in deze reeks kan maken. U vindt hier dus ook weer het principe van de verdubbeling of de halvering van de lichthoeveelheid terug. Het kiezen van een bepaalde sluitertijd heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid licht die in de camera valt, maar ook invloed op de bewegingsonscherpte. In de fotografie kennen we twee vormen van bewegingsonscherpte. U ziet een voorbeeld van de eerste vorm. Dat is de bewegingsonscherpte waarbij ons onderwerp beweegt. Hoe ontstaat nou die bewogen opname? Die ontstaat omdat gedurende de tijd dat de sluiter open stond, de auto ook op het lichtgevoelige materiaal een afstand heeft afgelegd en daardoor wordt die streperig afgebeeld. Daar is iets aan te doen, namelijk door een kortere sluitertijd te kiezen. Met een kortere sluitertijd wordt die bewegingsonscherpte veel minder. Een andere vorm van bewegingsonscherpte is de beweging die ik krijg wanneer ik door trillen de camera laat bewegen. Dat gebeurt als ik die camera niet op een statief gebruik. U ziet er een voorbeeld van. De hele foto is hier onscherp. Die bewegingsonscherpte kan optreden bij tijden van een 60ste seconde en uiteraard ook bij langere tijden als u niet beschikt over een hele vaste, rustige hand en als u niet de ontspanknop heel rustig afdrukt. In de praktijk werken we altijd met een combinatie van een diafragmawaarde en een sluitertijd. U ziet hier bijvoorbeeld ingesteld een diafragmawaarde van F8 en een sluitertijd van een 60ste deel van een seconde. Wat gebeurt er nu als ik het diafragma één stop dichtdraai van 8 naar 11? Met andere woorden, met het diafragma de lichthoeveelheid halveer, maar tegelijkertijd de sluiter zo verander dat hij van een 60ste naar een 30ste deel van een seconde gaat. Met andere woorden, met de sluiter de lichthoeveelheid verdubbel. Wel, u zult het misschien al voelen aankomen. In beide gevallen is de lichthoeveelheid in de camera precies hetzelfde. En zo zijn er nog veel meer combinaties mogelijk die allemaal diezelfde lichthoeveelheid geven. Bijvoorbeeld een 500ste seconde bij 2,8 geeft net zoveel licht in de camera als een 0,25 seconde bij diafragma 32 of een 1/15 seconde bij diafragma 16. Uit welke combinaties zult u nu moeten kiezen? Wel, dat hangt van twee dingen af. De behoefte aan scherptediepte of de behoefte aan weinig bewegingsonscherpte. Kijk dus naar de eerste foto. Die is gemaakt met een diafragmaopening van F11. Dat betekende veel scherptediepte. U ziet het aan de huizen in de achtergrond. Die zijn goed scherp. Maar door de tijd die daarbij hoorde, een 30ste seconde, is het springende meisje wel erg onscherp geworden. Daar is iets aan te doen door te kiezen voor een korte sluitertijd. En dat ziet u in de volgende foto. Die is gemaakt met een 500ste deel van een seconde. Het springende meisje is behoorlijk scherp geworden, maar de achtergrond is onscherp geworden omdat hier gebruik gemaakt moest worden van diafragmaopening 2,8 en dat geeft dan een geringe scherptediepte. Uit welke waarde u precies moet kiezen, wel, dat hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid licht die op uw onderwerp valt, van het lichtgevoelige materiaal wat zich in de camera bevindt. En over die twee dingen, licht en film, gaat de volgende les. Ik hoop dat u dan weer kijkt en tot ziens.